Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe zwangerschapsupdate. Ik ben op dit moment 36 weken zwanger. Dat betekent dat ik verlof heb. Yes! Nou moet ik eerlijk bekennen, ik heb dan sinds, het is vandaag dinsdag en ik heb sinds afgelopen week, zeg maar dit was mijn eerste week verlof. Maar ik ben vandaag toch nog een paar uur gaan werken en dat was gewoon omdat dat heel goed uitkwam voor het project wat ik doe. En dat vond ik zelf ook leuk en belangrijk, dus dat heb ik nog even gedaan en nu is het echt klaar. Woe! Ik ben net weer bij de verloskundige geweest, dus ik dacht daar vertel ik wat over. Vorige week overigens ook, want vanaf nu ga je elke week. Om daar maar mee te beginnen, dat was eigenlijk allemaal goed. Nog veel vruchtwater, dus tot nu toe alle verloskundigen die ik zie, die zeggen ook dat ik er maar vanuit moet gaan dat ik gewoon de 42 weken aantik in plaats van de 40. Ze is nog niet ingedaald. Dus dat betekent, dat heb ik vandaag geleerd, want dat was ik alweer vergeten. Dat betekent, als je vliezen breken, moet je gaan liggen. Mocht dat het geval zijn, dan ga ik dat doen. Maar ik verwacht niet dat mijn vliezen breken. Dat is bij Niels ook niet gebeurd. Het zegt natuurlijk allemaal helemaal niks. Maar 10% of zo gebeurt het maar dat de vliezen breken. Of dat de bevalling begint met vliezen breken. Dus mocht dat wel het geval zijn, dan ga ik liggen. Verder was alles weer goed. Bloeddruk en het hartje en alles. Dus we zijn weer door de keuring. We mogen volgende week weer. Verder voel ik me op zich wel prima. Ik merkte wel dat ik... Gisteren was dan mijn eerste echte verlofdag. En dan was Niels ook bij de opvang. En dat je dan pas echt merkt hoe moe je eigenlijk stiekem toch wel bent. Dus ik heb met mezelf ook afgesproken dat de dagen dat Niels aan de opvang is, dat ik... echt niks doe. En daar wil ik me ook aan houden. En met echt niks doe bedoel ik gewoon dat ik niet... dat ik daar gewoon echt mijn rustmomenten probeer te plannen. Dus ik had bijvoorbeeld vandaag bedacht van als ik dan klaar ben met het overleg, dan ga ik eventjes de stad in. Want ik moest nog wat spulletjes halen, bij onder andere de HEMA. En dan ga ik daarna rustig door naar de verloskundige. Dat liep allemaal, dat overleg niet meer om uit. Dus het ging allemaal net iets anders. Maar dat ik dus dat soort dingen plan op de dagen Niels thuis is en dat ik dus niet dat hij in zijn eentje er natuurlijk is, maar dat ik dan bij mijn vader pas bijvoorbeeld ook een dag in de week op, mijn moeder om de week een dag. Zij heeft natuurlijk zijn papa dag, dus dat ik op dat soort dagen juist de dingen doe buitenshuis als wat nodig is en überhaupt gewoon zoveel mogelijk rust. Dat krakende object wat je hoort, dat is de Sven die hier rondloopt. Dus dat heb ik. Dus gisteren heb ik echt niks gedaan. Ik heb lekker dingen voor de babykamer nog wel een beetje lopen rommelen. Maar niet echt heel spectaculair. Ik heb gepuzzeld. Klaar een beetje tv gekeken. Maar dat was het eigenlijk ook wel weer. Want ik heb vooral namelijk ook tussenmiddag geslapen. Which I hate. Maar goed, blijkbaar had ik het nodig. Dus dat heb ik ook maar braaf gedaan. En de rest van mijn verlof heb ik niet zoveel gepland staan. En dat is ook maar goed. Ik heb nog wel een aantal dingen die ik wil doen. Ook nog dingen voor de voorbereiding die moeten gebeuren. Zoals adressen op de enveloppen zetten. Ik heb nu etiket gekocht. Dus ik hoop dat dat door de printer gaat en dan komt het goed. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet ik daar even iets anders voor verzinnen. En anders dan ga ik gewoon ouderwet schrijven. Mijn moeder zal dan help ik wel mee. Alle kleertjes zijn nu gewassen. En dekentjes en dingetjes. Tenminste het grootste gedeelte. Dus daar ben ik... lekker mee klaar. Ik heb de Maxi Cozy staat al klaar om in de auto gezet te worden. Allemaal dat soort basisdingen zijn geregeld. Het wiegje staat op onze slaapkamer. We moeten alleen nog even het bedje opmaken. En dan is het gewoon. Dan zijn we er in principe klaar voor. Ik heb beschuimend muisjes in huis gehaald. En verder voel ik me eigenlijk dus wel oké. Ik ben wel echt moe, dat merk ik wel. En ja, het is gewoon heel warm. En dat resulteert echt in, nu kan je het denk ik niet zo goed zien, want nu valt het wel mee. Alhoewel ik dus mijn ring niet echt afkrijg. Mijn trouwring krijg ik al heel lang niet meer af. Tenminste, vanaf denk ik een maand of 4, 5 in de zwangerschap. Maar normaal, zeg maar, 's ochtends kan ik deze ringen nog wel om en af doen. Nou, normaal heb ik hier 3 om, maar ik heb er nu maar eentje. Maar die krijg ik zelfs nu al niet af. Dus moet ik even onder de koude kraan weken. Mijn voeten ook. Mijn schoenen zitten nu heel strak. Ik hou gewoon vocht vast. Dat komt gewoon door de warmte. Daar doe je ook verder niet zoveel aan.
Dat merk ik dus wel, dat ik heel veel vocht vasthoud. Ik merk dat mijn conditie niet al te best is. Sowieso dat ik met die bilspier niet te veel mag lopen. Maar als ik naar de supermarkt op en neer loop, dat ik dan gebroken ben. Ik wil wel proberen in mijn vlog ook wel gewoon te blijven bewegen en zo. Maar het moet wel allemaal een beetje binnen de maat. Dus ik denk dat ik vooral meer ga fietsen of zo. Maar ik moet nog even iets op verzinnen. Want je moet natuurlijk ook een beetje fit die bevalling ingaan. Want dat is natuurlijk ook een dingetje. Ik merk dat ik s'nachts echt... Wow, Sven, er kunnen nog meer ramen open. Dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Ik hou regelmatig mijn voeten en mijn handen onder ijskoud water. Ja, het comfort wat ik eerder ook al zei is gewoon een beetje weg. BH's heb ik ook maar gewoon opgegeven. Verder beweegt ze gewoon weer heel fijn en vrolijk de hele tijd in mijn buik. Ze heeft nog voldoende ruimte, dat zei de verloskundige ook. Dus dat gaat lekker. Ze zei ook inderdaad, Niels noemde ze een schildpad omdat hij indaalde en dan weer eruit ging. En weer indaalde en weer eruit ging. Ze zei dat zou me hier ook niet verbazen, gewoon omdat ik gewoon heel veel vruchtwater heb. Dus nou ja, oké, dat kan. Mijn nachtelijke trek, ik weet niet of ik daar vorige keer wat over heb gezegd, maar ik heb een tijdje gehad dat ik echt om 3-4 uur 's nachts wakker werd met echt mega honger. Nou, daar heb ik nu wel een beetje een modus in gevonden dat ik toch na het eten nog wat vaker wat eet. En dan kan ik in principe wel door. Alhoewel ik soms om een uur of 5 à 6 een pakje chocomel uit de kast pak om dat te drinken en dan red ik het ook. En verder eet ik gewoon kleine beetjes. Ik heb gisteren best wel weinig gegeten. Een bakje fruit, 2 crackers en dan avondeten. Nou, dat is best wel weinig. Oh, en 's ochtends natuurlijk een ontbijtje. Dus een beetje yoghurt heb ik ook niet helemaal opgegeten trouwens. Yoghurt met muesli en wat fruit. En dan 's middags nog een keer fruit en 2 crackers dus. En toen avondeten. Maar dan heb ik daarna, gisteravond heb ik een stukje chocola. Gewoon zo'n klein blokje. En... Oh, M&M's. Nou, goed. Dus... Mijn trek varieert een beetje. Vandaag heb ik ook niet zo heel veel honger. Maar ik moet natuurlijk wel een beetje blijven eten. Ik zie ook af en toe sterretjes. Dus dat betekent dat ik wel moet opletten dat ik genoeg eet. En genoeg drink. Ik las dat je, als je zwanger bent, 3 liter water op een dag moet drinken. Nou drink ik veel. Maar dat moet ik... Ik weet niet of ik 3 liter heb, maar... Dat probeer ik. Ik moet er redelijk vaak uit 's nachts op de plassen. Maar het valt me eigenlijk wel weer mee ten opzichte van een paar weken terug. Dus in die zin denk ik, nou dat valt, dat gaat wel weer goed. Maar ja, die buik is gewoon heel groot. Ik zal de buik nog even laten zien voor de leuk. Ik heb nu nog een jurkje aan. In perspectief. Dit is hem. Dus groot. Ik zal hem ook even zo laten zien. Dit is trouwens een rokje van de Stradivarius. En dit is hem van opzij. En van voor. En van de andere kant. En zoals je kunt zien ligt ze hier. Ik heb nog steeds niet echt die streep. Zet niet echt door. Dus misschien dat dit het blijft. Ik weet niet. Met Niels had ik wel een veel duidelijkere streep. Ja, je ziet die warmtebultjes niet heel erg. Maar ze poppen op en verdwijnen weer. En dan kriebelt het. Dus ik denk dat het warmtebultjes zijn. Verloskundige zei dat ik echt een hele mooie... gladde buik had. Ik zei, ik hoop dat dat ook zo blijft. En daarmee wil ik weer afsluiten voor vandaag. Niet een hele spannende update, maar 36 weken. Ik probeer vanaf nu, denk ik... Oh, hier zie je nu, wacht, ik weet niet of je dat kunt zien. Maar hier zie je nu een hele duidelijke knie. Ik weet niet of jullie het op beeld ook kunnen zien. Goed, anyhow. Ik probeer vanaf nu elke week wel een update op te nemen. Dat vind ik wel leuk. De babykamer is bijna af. Dan ga ik natuurlijk ook een roomtour doen. Mijn vluchtkoffertje, dat soort dingetjes, dat komt allemaal nog. Dus blijft het vooral in de gaten houden. Dus ik denk dat er vaak op woensdag nu een extra video komt. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En heel graag tot bij de volgende update of op de zondag bij een nieuwe vlog. Doeg!